dit seizoen zullen veel spelers de club verlaten en er komen ook weer nieuwe bij. Zo zullen ook Jack de Geer en Anton Jansen plaatsmaken voor twee nieuwe assistenttrainers. Robert Molenaar wordt volgend seizoen naast Ron de Groot fulltime assistenttrainer van de eerste selectie. En Willem Korsten wordt voor 15 uur per week aangesteld voor het individueel trainen van de spelers. In de laatste aflevering van de NEC TV voor dit seizoen gaan we op bezoek bij AZ om kennis te maken met de nieuwe assistenttrainer van NEC, Robert Molenaar. Wat voor type trainer ben ik? Een trainer die veel verantwoordelijkheid bij de spelers legt. En zeker nu dat ik werkzaam ben in een opleiding, ja, is het hartstikke belangrijk dat die spelers bewust zijn van hun eigen ontwikkeling. En dat ze ook zelf de verantwoordelijkheid nemen om steeds beter te worden. En vanwaar de keuze voor NEC? Nou, uiteraard omdat ik gevraagd ben. Maar daarnaast, ik heb zelf ook wat ambities. En ik wil zelf ook hoofdcoach worden. Ik wil in een vol stadion werken, het liefst, op het hoogste niveau. Nou, NEC die kan dat voor mij verzorgen. En daarnaast is het zo dat Alex Pastoor, de hoofdtrainer, daar heb ik mee gevoetbald, maar ook al mee gewerkt vorig jaar bij Excelsior, waar ik mijn stage doorliep voor de coach betaald voetbal. En die samenwerking die was wat mij betreft hartstikke prettig. Nou, wat Alex betreft ook, want anders had hij me niet gevraagd. Ik denk dat een goede assistent werk uit handen neemt van de hoofdtrainer. En hem daarmee dus ontlast. En op die manier de hoofdcoach terzijde staat. Daarnaast heeft NEC heel duidelijk aangegeven dat ze vooral persoonlijke ontwikkeling willen zien bij spelers, op het gebied van voetbal met name. En dus dat betekent individualiseren. En daar ga ik hopelijk mijn steentje aan bijdragen. En met name op het gebied van verdedigers, aangezien ik zelf ook verdediger ben geweest, zal mijn focus met name daarop gericht zijn. Robert Molenaar is 43 jaar oud en als oud voetballer heeft hij gespeeld bij onder andere FC Volendam, Leeds United, Bradford City en RBC Roosendaal. Wat zijn jouw mooiste momenten, goede herinneringen die je nog hebt aan die tijd? Een shirt van Leeds met het nummer 30 erop, want zo daarmee speelde ik, en met een Champions League logo. Nou, ik zou je meteen zeggen dat ik geen minuten gemaakt heb in de Champions League. Ook al omdat ik daarvoor zwaar geblesseerd raakte aan mijn knie. Maar het markeert eigenlijk wel de grote stappen die ik gemaakt heb als speler zijnde van tweede klasse A-niveau naar 4 jaar later naar de Premier League. Europees voetbal halende, zelfs Champions League voorrondes. Alleen, ik ben ook geblesseerd geraakt, dus dit shirt is ook niet gedragen. Ik heb er wel een paar gedragen, want ik heb nog wel op de bank gezeten. Maar ik heb bijvoorbeeld wel Europa League gespeeld tegen Roma bijvoorbeeld. Uiteindelijk een hartstikke mooie carrière gehad. Maar met een zware blessure. Hier ben ik hartstikke trots op dat ik dit heb gedragen, want dat kunnen er niet zo gek veel zeggen.